Leuk, we hebben weer een Weltspraken Podcast. En ditmaal gaan we trouwens met die spraken standaardiseren. Ja of nee? Standaardiseren. Eigenlijk komen we met onze spraken in een trapwitter, of altijd maar in hetzelfde kringsgebied. Knooien, maar wel die dat doen. Dus, uh, het ene dialectgroepje doet dit, het andere dialectgroepje doet dat. En dan ik nog een hoop kunnigen aan de andere kant van Paul hoe niks met doet. Ja, dus dat kun je nooit bij elkaar. En daardoor kan je gaan voesmaken en met hem tafel te houden. En dat is, volgens mij heb het twee jaar terug, heb ik het er al over gehad, als het geen drie jaar terug is. Maar in al die tijd is er weinig veranderd, behalve dat je nog de Nisa's als hebt. En de Nisa's geschriftwieze is natuurlijk de eerste trap naar standaardisering van een schriftwieze. Maar eigenlijk zult het nog handiger wij voor nieuwe leiders en andersoortige leiders, dit wat met plat weet. Um, ja, een eendurig soort platte moet iedereen wat met kan. Daar heeft hij vuur er tegenstanders van, maar uh, loud is gewoon nuchter bekijken. Ja, we hebben geen standaardvorm? En daardoor kunnen we het niet spraakbreed institutionaliseren. Daardoor bleef altijd op kleine dialecteilandjes opereren. We kringt niks met mijn rechten, want dat van een ander is net ook niet zo en dat is vrij lastig en dat wil niks met te maken hebben. Dus we bleef allemaal op ons eigen ons rad van niets uitvinden. Uh, maar er zijn natuurlijk een heel aantal voordelen aan de standaardisatie. Kijk maar naar nou alle grote spraken op de wereld. Die zijn allemaal standaardiseerd. Die hebben een tussenvormige keuze. En aan de hand daarvan kan heel veel nieuwe die spraken ook leren. En doordat wie altijd zo witterig zijn aan wat de correcte vorm is, namelijk den waar ze wie op dit ogenblik spreekt, is het vrij lastig voor de ander om daar ja, aan te voldoen aan dat verwachtingspatroon. Dus euh, ja, een nou, standaard plat. Maar ja, hoe zit dat dan uit? Hè? Dat is een de andere grote vraag. Maar één correcte vorm geeft duidelijkheid. In die in vorm is min of meer benaderd van zo is het wat correct en zo niet. Dat geeft natuurlijk als nadeel dat als een van de dialecten toevallig niet aan die regel voldoet, dat het meteen fout is. Daar is het niet voor bedoeld, want als je plat weet gaan leren, ja, wat voor sprake kies je dan? Wat voor soort plat kies je dan? Doe je dan twijs, of doe je dan grunnings, En als kiest voor twijs. wat voor soort twijs kies je dan? En doe je dan Riesens twijs. of Oost twijs, of De Lutters of wat ook? Dus dat is vrij lastig om um, te kiezen en ook... Uh, Kies je daar vuur, dan is het nog ja de verwachtingen van wat de, de spreker zelf van u hebt, daar kan je nooit aan voldoen. Zingt ze ook en het laat ze ook heel vaak weer. Probeer het maar niet, maar bij jou klinkt het toch niet. Maar dan moet dus duren. Uh, ik kan natuurlijk een standaardvorm kiezen. Daar ik nog vanaf nu is het riesens twijs, de enigste of eigenlijk de standaardvorm Moet alle anderen. U mijn eind. Nou, dat creëert direct kleur op de achterste benen van. Ja, hallo. He. Dat van mij is heel anders. En ik kan dat nooit kiezen. Maar goed, dan heb je in ieder geval iets. Wat je ook kan doen. is dat je denkt van wie neemt van alles wat. Dat gooi je in een bedden, Ja, in de blender zeg maar. En dan, uh, dan hussel je dat een bed. En dan daar komt, daar komt daar. Ja, bepaalde. Uh, klanten daaruit, en Een bepaalde grammatica komt daaruit. En. Dat is de middenvorm voor ons. Dan heb je het probleem. Dat lijkt op niks. Of dat lijkt op alles en dus op niks. Er is nog een derde mogelijkheid is dat je helemaal uh, een nieuw een nieuwe soort plat gaat ontwikkelen. In ieder geval, moet in mijn zorg. Als je geen standaard hebt, wordt het onmiddellijk lastig om um, dingen eenduurig op de school door te voeren, wordt het vrij lastig vuur. Nieuwe leu om die sprake te leren, die leu die zinter, wordt het uh, heel lastig voor bijvoorbeeld Google en alle grote techbedrijven om um, uh, dat te institutionaliseren, uh, om dat als sprake aan te bieden en om de voor te ontwikkelen. Want uh, als het op één dialect aansluit, uh, dan hebben de andere nog niet begrepen. Dus ook kijkt in de um, linkde Spraken. He, we hebben het standaard Fries. Doordat het standaard Fries besteedt, kan het ja, op Riks niveau doorgevoerd. Kun je het gewoon in de media gebruiken en op scholen en leuker examen doen in dat standaard Fries en uh, anekdote. Er is een kunnigheid van uit Riesen, Dan is het trouw met een Fries. En dan heb gewoon Friese spraaklessen kunnen volgen. Dat er een standaard fries is. Dus zij spreekt daar. en ja, daardoor heeft zij een extra sprake in haar pakketje. Zeker kan zeggen van, ik kan standaard vrees. Ik kan misschien al die andere dialecten van vrees niet, maar hiermee heb ik een springplank om al die andere soorten plaat ook te begrijpen. Nou, een we een standaard nodig? Nou, eigenlijk niet, want we hebben het zo ook wel met, maar het zal wel makkelijk zijn. Want dan heb je een tussenvorm moet je op terug kunnen grijpen. Wat je nu vaker hoort, is dat als leu. Van verschillende dialecten. Maar ik kan er ook niet verstaan, dat ze hem schakelt op het Nederlands. Maar zo raai hij met iemand op Duitsland, dan kan je niet teruggrijpen op dat Nederlands. Want denk aan geen Nederlands, maar wat plat. wat doe je dan? Moet die dan hoogduits kan je, schakel je daar op umme en hoe gooi je zo hoogduits dan? Ja, en wat ook heel veel leu dan zegt van hoe, hoe moet je een standaard voor hebben, want wie hebt het Nederlands tegenover het plaat. Maar door het platte want daarmee maak je het plat ondergeschikt aan het Nederlands. En zet hij toch een soort van scholen. Alsof het prima is om daartussen een beetje te skippen, zeg maar. Is het ook, als je daarmee redt. Maar daarmee uh, zit het Hollands of daarmee zit het plat altijd in een underdog-positie. Dus zat hem ook na te denken. Ja, en er zit het dus ook leuk die bang zijn dat duur een standaard plat in te voeren. Dat ja. Persoonlijke plaats zoals zij dat, dat spreekt, verleend. Maar dat is helemaal geen bewijs voor. Er is een Standard Southern English in Engeland, maar daar kan je het leuk le in Noord-Engeland nog altijd totaal aanzummen. Er is een uh, Standaard Duits, maar er zit maar weinig landen waar je zoveel variatie hebt als in Duitsland. Er is een Catalaans-Spaans. Nou ja, maar dat milieu in Zuid-Amerika niet meer aankomen. Dus een standaard heeft alleen maar ja, een soort basisfunctie. Het geeft hoe een, een ondergrond en van daarop kun je bouwen. Nog heel geen ondergrond, dus uh, begint iedereen maar zo een beetje rond te knoeien, zeg maar. En een groot vuurbeeld daarvan is uh, de Wiesneuze, het blaadje voor kinderen, wat alle Johan uitkomt. Uh, dat is ooit in Drenthe begonnen. En in Drenthe heb je een uh, Drentheze Skriefwieze. Dat is hartstikke mooi als je dat hebt. Uh, maar dat is nauwelijks representatief voor alle andere soorten dialecten die je alleen dan nog maar in Nederland hebt. Nu is dat Blad de Wiesneuze, of een soort van ourenum, om um ook in Auweriesel te verspreiden. Hartstikke mooi. Maar dat begint de leur natuurlijk. Trek de klagen van ja. Dat je wat doen, maar dan kreeg je de salle. En in je het tweede doe geen Salas. Uh, wat moet het dan Nou, butt ze een aan om um, uh, het in één soort twijns te doen, want hij kent niet wat was. Begeet natuurlijk direct andere leu. O, oh, Dennen, die ken ik wel, maar den heeft uh, een heel ander dialect als wat ik heb. Dus daar klopt niks van. Dus, wacht jongens, ik doe ook met om de wiesneuzen te uh, zetten in mijn dialect. En waar je dus kringt is een lappendeken van allerlei soorten plat. woed kleine Wichter helemaal geen behoefte aan hebben om met vermuij te wonen. Um, het is natuurlijk wel mooi dat ze een verschillende klanken en, en dialecten uh, aan de kringt, maar voor het behoor van de spraken aan zich is dat helemaal niet zo vernaamd. Het is voornamelijk dat ze gewoon een basis hebt. En van daaruit kun je haar eigen dialect bekieten. Dogme. Als het niet zo so is. Dan moet je me gauw in de commentaar laten. Maar uh, volgens mij zal de sprake heel goed zijn bij de standaard. En dat helpt natuurlijk al mijn gangsewes. Om uh, um, daar eens zo so voorzichtig naar te kijken. Maar ja, de weerstandarding is natuurlijk machtig groot. Maar er valt natuurlijk altijd nog te in. Want eigenlijk kan je zonder. Als ik dus een podcast ga uploaden op YouTube. Ik heb dat wel vaker gezegd. Uh, dat moet ik natuurlijk eerst in filmformaat en dan op YouTube zetten. Dan moet ik in YouTube aangeven in wat we spraken. Of dat filmpje is. Nou, Met de Saxon series was het makkelijk. Dat was in het Engels. Dus daar kun je gewoon Engels uit de lieste aanklikken. Maar dit, wat ik vandaag vertellen is in strakke Recent. In plat. Kan ik niet aangeven dat dat in, in het plat is, want. Ja, dat staat niet geregistreerd bij Google of, of wat voor instanties ook. En ik heb al verschillende keer dit bij Google Worked, opgezocht op Twitter en die berichten dan van hé hey, jongens, uh, wie weet ook geen met een nummer in de vaart volgeren. Maar daar kreeg ik gewoon geen reactie op, want dan is de hand niet aan het brengen. En dan snap ik goed, want als je links een hard plat kiest, dan zeggen de ander van ja, maar dat is niet ons soort plat. dus laat dat maar helemaal weg. Maar ja, dan de er dan natuurlijk ook wel in mijn ruin. Maar van de andere kant denk ik ook van ja, als die leur dan zoveel muiten dan met hebt. Dan moeten ze zelf ook maar eens wat uh, uh, yeah, aanvatten. En dingen terecht te gaan zien te kriegen. Want ja, ik uh, was schreeuwen vanaf de zietlijnen en alles maar afkraken. En de hanen in de lucht steken van, oh ja, yeah. wie, uh, wie vindt het zo jammer dat plat verdwijnt. Maar wie hebt er zelf gekloord naar de donen? Dan kun je screeuwen, wij je weet. Maar spraken verandert. En om um, leer nog niet plat met te geven. Doordo je aan. om um ze in ieder geval een standaard plat aan te rekken. Maar dan kan ik missen. Dat hoor ik gerne van hoe in de commentaar. Google kan dus nog altijd geen plat herkennen. Ik heb dat nog voor een aantal jaar terug, in het zelf een podcast geprobeerd. Um, is die spraakfunctie aan te zetten. En dan in te spreken. Maar ja. Plat is geen Hollands, dus dat wik zo gigantisch af van het standaard Hollands, dat ze wat proberen om dat platte om te zetten in het Hollands, ja dat ze standaard in de bakken hebt. Nou en daar kun je dus heel wat aan zoet en dus kom je nooit terecht. Te. En ik vind het altijd heel vreemd om te zien, bijvoorbeeld met een die Maar geen vertellen. dan heeft mooie verhaal altijd, en om zijn punten maken gebroken vaker. Google um, ja, zijn punt te ondersteunen met feiten, met vakken uit uh, de dagelijkse praktijk. En dat wil dan wil daarin opzoeken op Google, maar voor de snelheid en het gesconduur heeft we geen zin om in dat in te typen in de Google Search Bar. Maar dan spreken je dat in met dat microfoontje wat er nou staat. En dan met een keil dat je hele lang uh, in het plat heeft ingericht en dat in het plat gewoon weg moet in één keer in het Hollands wat gewoon inspreken. En dat geeft dan met mijn muiten en met, nou, een zware accent. Moet Google alsnog muiten met hebben? Ik denk van dat zal niet neurig zijn. Als er gewoon een wat spraakherkenning zal zijn. Dat een soort van middenweg weer te herkennen van alle soorten plat. Moet iedereen wat mee kan. Maar misschien denk ik wat vast te moeilijk. En denk jullie wel van ja, hoe, hoe maak je je toch me? Maar ja, ik denk wel dat dat voornaam is dat je in de digitale tijd met komt. Want ja, daar zit vallen meer achter. Want doordat je een standaard hebt, kun je ook standaard lespakketten invoeren op de school. Je kunt uh, de media kun je in het inpladen, Want dat was ook alweer een probleem. Uh, bijvoorbeeld, wie ziet, in 2008 in de gemeente Riesenhol een officieel uh, tweetalige won. Dus Nederlands en Twijs, maar toen begon Holten te protesteren. Want Holten valt net in Saland. Dus die zei van ja, maar wie bent niet Twijs? Dus toen moesten ook nog Salans weer op de Brukkus komen. En, uh, als je de gemeente webste in het Plaatson wilde alweer, hoe ik ook al zou protesteren hebben, dan kan je dat niet alleen maar in Twijs doen, maar dan moet dat ook uh, in, ah, gebeuren. Maar als de kan Holten er, ze niks met. Of misschien moet het in Salans doen. Uh, en moet laten zien dat wie niet zo moeilijk door dit weten. Maar, nee. In Riesen uh, uh, moet het in het Hollands, in het Salas en in het Twijs. Ja, maar wat voor Twins dan? En het ene is van het ene is ook weer niet hetzelfde als het Riesens van een ander. Want, uh, je hebt ook nog weer verschil in uh, ja, regio en sociolect. En het ene dat heuger is opbeleid, kan je het weer met andere weren. Als een dat, ja wat minder horen is op beleid. En eenheid 50 is, heeft hij een heel ander soort plat. Als eenheid van 30. En eenheid van 30 heeft weer contact met leuven, Meer contact met leuven van Misschien als leu dit wat ouder ziet. En niet zo vaker van de stijl komt. Uh, en niet zo druk ziet met andere sociale media of waar ook. Dus uh, ja, al waar spraken het in contact komt, ontsteed een verlangen, een een noodzaak aan een soort tussenvorm, een, een, een middle ground, een, ja, een stijl moet iedereen heeft om elkaar te verstaan. En die stijl, dat kan een standaard plat zijn, dat hoeft niet per definitie het Hollands te zijn, als je er ook niet uitkomt met elkaar, dat, dat kan ook een standaard zijn. Hoe die standaard er dan uitzet, dat is, ja, wie een hele andere podcast werd. want... Dat kan je zo lang en breed maken aan zelf weet. Kijk, in Nederland uh, zit de meeste dialecten een i kwiet of een doe vorm Maar do is waar de standaard tweede persoon enkel voelt. Bijvoorbeeld dus wie, zo wie een do-vorm kunnen introduceren. Maar dan zeg ik natuurlijk in het beeld, leef, ja, dat staat zo wiet van mij of dat ik er niks aan heb. Nou, goed, dan gebruik ik altijd de heuvelijkheidsvorm, de i. Zoals de Vlaming dat ook altijd doet. U hebt of u heeft. Dus daar kom je wel uit. En, nou ja, weer andere dingen. Bijvoorbeeld, hoe, hoe vorm je dan een meervoelt? een mannelijk meervoud kreeg een omlaut. Een, nun boom, twee boomen. Maar dat is wel lastig. Want er zit ook een Nederland op dialecten moet dat niet zo is. Die zingt een boom, twee boom. Die heb je ook. Of eenen boom, twee boom. Zonder e Dat kan ook nog. Dat zit dus allemaal, die, ja, details, boei, achteraan met elkaar. Eh, uh, maar goed, uh, ik hoor graag wat daarvan doet van of dat neurig is. Of ik denk van, nou, ik vind het wel mooi om al die klankverschillen juist te horen. Maar dat, uh, dat is ook nog weer een punt waar heel veel leu dit hier tegen zit. Aandringt, ja, maar ik hoor geen al die verscheidenheid. Dan zeg ik altijd van, ja, maar die verscheidenheid kun je ook wel horen. Want, al een standaardvorm introduceert, wil dat niet zeggen dat al die dialectvarianten in één keer kwijt raakt. Nee, je kringt er ene bij, wat. Daar tussen kan staan en dit al die andere dialecten kan verstoren. Hoe kunnen we als nieuwe Engelsleerders, want dat is in Nederland en Duitsland, hoe kunnen we zoveel van die andere dialecten verstaan in het Engels? Omdat we een standaard hebt en dan horen we, oké, okay, in standaard zal het dit zijn, maar uh, in een dialect van Noord-Engeland, zoals in Geordie of in uh, Yorkshire of of Schots, of uh, wat je ook hebt. Uh, Wiek ze daar net ook niets van af en spreekt ze het net ook niets anders uit. Dat is alleen maar mooi om te horen. En dat kan horen omdat je een standaard hebt. daar kan je het met vergelijken. Noem het het plaat altijd vergelijken met het Nederlands. Een totaal andere spraak, Of met het Hoogduits. Maar goed, ik hoor graag geen wat troelen van terug. Ik denk dat het mooie zou zijn voor nu, voor de eerste keer je. Als je ideeën hebt hoe ik nog verder duur kan filosoferen, dan hoor ik dat graag. Uh, door een bericht aan weltspraken.gmail.com of laat gewoon een commentaar achter in de beschrijving, of anders, boei, dit is een podcast dat meteen komt. Le, ik zal zeggen, wie schijt er weer en groet gewoon. <totstutters>